Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Ja, van harte welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Heracles TV. Ik ben weer niet alleen in de studio. Ik heb twee heren naast me vandaag. Niemand minder dan Mr. Heracles, René Komschot. René, welkom. Assistent René natuurlijk ook. En verdediger Mats Knoester. Heren, mooi dat jullie er zijn. We zagen wat leuke beelden voorbij komen van de interland tussen Navajo Bakboord en Lennart Ciborra. Nederland-Duitsland onder 20. Alleen Navajo heeft gespeeld helaas. Heb je de wedstrijd gezien, René? Niet helemaal. Stukjes kijken we na. Ja. Dan halen we er wat uit voor de jongens. Wat viel op bij Navajo? Ja, Navajo is een snelle speler. Wil verdedigend moet hij nog beter worden. Nou, daar zijn we ook met hem mee bezig. Ja. Maar beloftevolle speler. Ja, absoluut. Mats, je hebt vaak bij de jeugdteams gezeten van Nederland. Ja, waarom zat je er nu niet bij? Onder 20 mag ik niet meer. Ik ben van 98, dus net iets eruit. Ja, precies. Jonge rijden zou wel mogen, maar niet uitgenodigd. Ja. Ongelooflijk dat hij er niet bij zit. We hebben extra onze assistent-trainer ingestuurd. Ja, die had toch even een goed woordje voor moeten doen. Met die kwaliteit. Ja, maar ja, belachelijk. Ja, belachelijk. Mats is snel ontwikkeld. René, wat voor type is Mats? Mats is echt een verdediger. Die grote sprongen maakt nu. Ja. En hele goede dingen doet. Verdedigend, heel stabiel. Ja. Voetballend, grote stappen zit. Ja. Vergelijkbaar met jou in die tijd? Je was ook verdediger? Nee, ik was een ander type. Ik was heel snel, maar ik ben een gemaakte verdediger. Ja, Mats, ben je zelf tevreden over je ontwikkeling tot nu toe? Ja, als je kijkt naar hoe ik hier van de winter kwam, denk ik wel dat ik echt stappen heb gemaakt. En het is altijd even afwachten, je ontwikkeling en wat er gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat ik tevreden kan terugkijken op de afgelopen periode. Ja, waarom heb jij gekozen voor wat ooit zeggen, René? Ja, ik zeg net, hij komt uit het westen en wij zeggen altijd het zijn bij de handjes. Ja. Maar dat is Mats niet hoor. Mats komt nu pas los. Ja. Dus, leergierig. Mooi. Leergierig ook. Ja, zeer, zeer leergierig. Ja. Hey, maar Mats, waarom heb je eigenlijk voor Heracles gekozen? Ja, het staat altijd wel goed aangeschreven, zeg maar. Je hoort goede verhalen. Ja. Ze waren heel enthousiast over mij. Gaf me veel vertrouwen, wat ik op dat moment nodig had. En daarom hierheen gekomen. Ja. En veel jonge jongens krijgen ook de kans hier. Nou, dat is ook iets wat ik zocht. Ja. En goede trainers, hè? Ja, zeker. Absoluut. En je hoort natuurlijk Eredivisie voetballen. Is dat sneller gebeurd dan je had verwacht? Je verwacht wel dat je inderdaad Eredivisie gaat spelen, natuurlijk. Je komt hier niet voor niets heen. Wat ik zeg, ik ben tevreden. Ik had niet echt een verwachting van nu of nu. Tevreden wat ik zeg. Ja. Ik kondigde René net aan als Mr. Heracles. Die enige deel van wedstrijden heeft gespeeld voor deze club. Lastige vraag. Hoe lang heb je er gespeeld? 17 jaar. Snelle berekening. 300 plus, zoiets. Ja, zit hij in de buurt, hè? Zit je in de buurt. René, wat is het? 378, als ik het goed heb. Ja, absoluut. René zit zelf al sinds 2005 hier in de technische staf. Verveelt hij niet een keer hier op de club? Nee, we hebben een hele mooie groep. Ja. En dat geldt als trainers, maar ook de spelers die we dit jaar weer hebben. Ja, wat is jouw rol precies in de technische staf op dit moment? Ik ben assistent. Ja. Dus ik ondersteun de groep. Ja. Jullie zijn ook met drie jongens die allemaal gevoetbald hebben. Brian van Loo, Peter Rekens en jijzelf. En we hebben Brian van Loo hebben gevolgd vorige week. We zijn een dagje met hem op pad gegaan om te kijken hoe een dag van de keepers trainen er nou eigenlijk uitziet. Laat me gauw gaan kijken naar Brian van Loo. Algemeen denkt iemand, een keepertrainer bij een club staat 1 of 2 keer per dag met de keepers op het veld en dan is hij eigenlijk wel klaar. Maar ja, in de huidige tijd is het toch wel een heel takenpakket waar je mee bezig bent. Natuurlijk, het belangrijkste is dat je je keepers traint en begeleidt en na wedstrijden natuurlijk met hun evalueert.
Wat ik vooral ook doe is team voorbereiden op aankomende tegenstander met betrekking tot de spelervatting. Waar ligt de zwakte, waar ligt de kracht van een tegenstander? Hoe moeten wij daarop inspringen? Hoe kunnen wij ons voordeel daaruit halen? Maar ook waar moeten wij voor waken? Dat zijn ook heel wat uurtjes achter de computer, het uitzoeken van beelden, analyse daarvan maken, maar dat ook presenteren aan het team. Nou, als ik kijk naar de samenwerking in de staf, dan zijn alle professionals daarbinnen, als ik kijk naar de performance coach of onze videoanalist, daarin super belangrijk voor mij. De individuele plannen die ik met de keepers heb in samenwerking met bijvoorbeeld onze performance coach. Wat kunnen zij doen? Op welk moment moeten zij meer of minder doen? Als ik een conditionele training met hun heb, heb ik altijd overleg met de performance coach over de inhoud daarvan. Een doelman moet voor mij constant scannen in de situatie, heel snel beslissingen nemen, situatie veranderen heel snel en daarin ook mijn vorm in aan te passen. Ja, René, keeperstrainer Brian van Loo, die zei het zelf even tijdens het beeldfragment. Keepers zijn toch wel een beetje geval apart, hè? Dat zeggen we altijd wel, ja. En linksbuiters. Ja. Maar ik moet zeggen, Brian is toch wel een van de keepers die het minst abnormaal is, valt nogal mee hoor, met hem. Heb je samen gespeeld eigenlijk met Ja, Brian? Ja, we hebben samen met elkaar gespeeld. En Peter Rekers ook? En ook samen met Peter Rekers. Mooi. Ja, allemaal toen. Bij... Welk seizoen is dat geweest? Dat is onder Korbach. 2003 ja, of zo? Ja, ik zit niet in een jaartal, maar... Nee. Weer een quizvraag. Wat is jouw ervaring met de technische staf? Een goede ervaring. Als je vooral ziet waar ik zeg maar, vandaan kom, uit het Westen, daar is het allemaal wat verder van elkaar af. Zeg maar. En hier kan je makkelijk iemand aanspreken. Ja. Dat is het heel anders dan bij Feyenoord in de jeugd? Ja, je hebt meer een soort meer afstand. Zeg maar. Mm-hmm. Het is hier allemaal, je weet precies wie je moet bereiken voor wat. En dat was wel eens lastig. Ja. Je mag ook wat anders zeggen, maar ik weet dat ik naast je sta. Ja, precies. Je moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Weet je wel, maar. Ja. Want was het voor jou heel anders, René, een jongen uit de jeugdopleiding van Feyenoord? Sowieso, de jongens uit de jeugdopleiding van de traditionele top 3, merk je dat? Ja, nou, de opleiding is goed, dat weet je. Ja. Voetbaltechnisch zit het allemaal goed in elkaar. Over het algemeen, uit het Westen zijn ze mondiger. Ja. Mats is daar een ander voorbeeld in. Ja. Dat is mooi rustig. Ik zou hier uit de buurt kunnen komen, zo uit mijn dorp kunnen komen. Dus, maar hij komt steeds meer los. Ja, ook mooi. In het voetbal, dus ja. Dat zien we. Mats, het is inmiddels een weekje geleden hè, dat er gespeeld is tegen FC Groningen. Ja. De wedstrijd is gewonnen. Je hebt nu een weekje vrij gehad, een tijdje vrij gehad door de interlandperiode. Vind je dat jammer op zo'n moment? Had je liever nog een wedstrijd gehad? Of? Ja, het is een beetje dubbel. Dus aan de ene kant is het natuurlijk fijn dat je even de tijd krijgt om bij te tanken. Ja. Zeg maar. Iets leuks te doen, even terug te gaan naar je familie. Ja. Andere kant wil je doorpakken, zeg maar. In die flow blijven zitten. Uiteindelijk gewoon lekker. Even vrij hopen dat je door kan pakken. Nee, heb je nog iets gedaan in die periode? Lekker weekendje weg geweest naar Vlieland. Dat is ook wel eens lekker, toch? Een keer wat anders als voetbal. Ja, nog wel in die flow gebleven daar. Ik ben aardig in de flow gebleven. Mooi zo. We hadden wat kijkersvragen binnengekregen via Instagram. Een van die vragen was, welke wedstrijd zou je nog graag een keer willen spelen? Feyenoord uit in de Kuip. Zou ik mooi vinden. Jouw club? Ja, precies. Natuurlijk altijd speciaal. Ajax uit ook natuurlijk. Ja. Het spreekt al voor zich. Ja. Een andere vraag was, vond ik ook interessant, waarom speel je eigenlijk met rug nummer 13? Ik ben een 13 maanden geblesseerd geweest. En daarna zat het even tegen. Dus ik dacht, een beetje symbolisch, ik neem 13. Want ongeluk, dat kan bijna niet meer. Nee. Zeg maar. Tot slot kreeg ik nog wel een leuke vraag binnen. Je mag zelf invullen wie hem heeft ingestuurd. Mm-hmm. Wanneer ga je eigenlijk een kat kopen voor je vriendin? Wie heeft die ingestuurd? Ja, ik denk zelf. Heb je dat gecheckt? Ik heb het niet gecheckt, maar ik ga er wel vanuit. We zullen het thuis even over hebben. Maar het is wel apart om het zo te vragen. Maar, maar die komt er niet in? Kijken. Nou, denk het niet. Nee, al die haren. Zo. Ja, als ze zelf gaat stofzuigen, dan vind ik het prima. Ja, maar ik ga die haren niet opruimen. Ja. De wedstrijd tegen Willem II komt er ook aan. Aankomende zondag. Hoe kijk je naar Willem II? Nee. Ja, vorig jaar hadden we moeite met Willem II, maar het is gelijkwaardig aan ons. Ja. Het zal een lastige wedstrijd worden, maar ook voor hun. We doen niks voor hun onder en we hebben het thuisvoordeel, dus ik ga ervan uit dat we dat uitbuiten. Gelijkwaardige elftallen wat jou betreft? Ja. Ja. Laat maar gauw gaan kijken, want we hebben een leuke combinatie gemaakt met wat wedstrijden van de afgelopen seizoenen tegen Willem II.
Heracles. René, we hadden het al even over Willem II. 9 uit 5 hebben ze gehaald. Wat weet je van, heren, van Willem II? We hebben ze uitgebreid bekeken, geanalyseerd. Ze hebben natuurlijk een sterke start. Ja. Maar een team wat vergelijkbaar is met ons. Ja, ook wel een jasje uitgedaan. Natuurlijk. Ze hebben voorin wat uitgedaan, maar wij hebben dat ook. En daar zijn we nog zoekende. Maar qua spel zijn wij wel tevreden over ons. Ja, hoe streef je die selecties tegen elkaar af? Heb je het gevoel dat jullie bij Raakjes de betere ploeg zijn op dit moment? Of? Dat vind ik altijd. Of het zo is, moet nog blijken. Maar ja. Ik denk thuis, met het thuisvoordeel moeten we die in winst om gaan zetten. Ja, Mats, het resultaat tegen Groningen was natuurlijk positief. Hoe denk je over het spel, ook hier richting Willem II toe? Moet er nog wel wat veranderen? Ja, kan altijd wat beter natuurlijk. We hebben dat geanalyseerd. We hadden veel gefocust de week voor Groningen op verdedigen. Ik denk dat we goede dingen hebben gezien. In details kunnen we zeker nog dingen beter doen en aanpassen. Maar ik denk dat we best tevreden kunnen zijn over die wedstrijd. René, Mats refereerde al naar het verdedigende aspect. Heb je het gevoel dat er nu als een huis staat, achterin? Nou, dat zal ook aan de tegenstander liggen, zeg ik altijd. Ja. Maar we hebben waar we op getraind hebben de hele week en de voorbereiding. Maar deze week speciaal, afgelopen week moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat kwam er heel, heel mooi naar voren bij Groningen. Ja. Dus hoe kijk je naar het centrale duo nu met Mats en Robin? Natuurlijk een ervaren jongen in de vorm van Robin, ook je aanvoerder. En Mats nu een jong talent. Ja, nou, Mats is een zekerheidje zoals hij nu speelt. Verdedigend sowieso. Mm-hmm. Kan van Robin het coachen, dus meer verbaal aanwezig zijn. Nou, dat heeft Robin meer als Mats, dan moet Mats nog in groeien. Daarvoor is hij ook jong. Ja. En dat moet de volgende stap zijn. Ja, absoluut. René, natuurlijk aankomende zondag, de wedstrijd tegen Willem II. De week erop is een bijzondere wedstrijd, de derby tegen FC Twente. Hij is terug, ben je er blij om? Ja, absoluut. Ja? Dat maakt veel los. Heb je hem zelf gespeeld? Nee. Je hebt hem niet gespeeld? Nee, ik heb hem zelf meegemaakt. Dus, als trainer wel meegemaakt. Ja. Maar het maakt veel los en het maakt het alleen maar mooi de hele week ernaartoe. Ja, er zijn natuurlijk veel jongens die hem denk ik niet echt meegemaakt hebben en niet echt weten wat het betekent. Gaan jullie daar nog wat mee doen? Nou, ik denk dat het wel gaat leven. Ja. Dan komen in de kranten eromheen, hier bij de club. Ja. Ze krijgen genoeg mee dat ze in de gaten krijgen. Het is een ander soort wedstrijd. Ja, absoluut. Kijk je dan uit, Mats, die wedstrijd? Ja, tuurlijk. Dat is mooi. Ja. Ik weet al wat een derby is natuurlijk. Ja. Vanuit het Westen, zeg maar. Ja. Maar ik ben benieuwd. Ja, eerst aankomende zondag natuurlijk de wedstrijd tegen Willem II. Veel belangrijker. Ja. Heren, wil ik jullie bedanken voor je aanwezigheid. Heel veel succes tegen Willem II. En dan volgende week dus de wedstrijd tegen FC Twente. Daar zullen we het dan ook uitgebreid over hebben in de uitzending van volgende week. Maar eerst aankomende zondag de wedstrijd tegen Willem II om 2:30 op het Erve Azito. Heel graag tot volgende week bij een nieuwe uitzending dan van Heracles TV. Dankjewel. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.